Vandaag dag 3 van de Schildershoek. Ik heb begrepen dat er vandaag paasmandjes gemaakt worden, dus ik kan niet wachten. En ik kan ook niet wachten om mevrouw van Driel weer te zien. Daar hebben we gisteren contact mee gehad. Echt een fantastisch mens. Ga je mee? Op de afdeling voor dementerende wordt druk geknipt en geplakt. We zijn aan het voorbereiden voor de Pasen. Dan gaan we van die mandjes maken waarin we paaseitjes in doen. En dan met de Pasen dan krijgt ieder bewoner zo'n mandje met paaseitjes. Tandarts Elisa Jikedoel is 1 dagdeel per week in de Schildershoek in een mini-tandartspraktijk te vinden. Je hebt ook natuurlijk mensen die door hun handicap ook niet kunnen communiceren, niet meer kunnen praten. Dan probeer je toch uit te komen, inderdaad, met wat handen en voeten. Maar ook de familie die begrijpt hun vader of moeder, familielid, het beste. Gelukkig, de patiënt kan nog zingen na de behandeling. Jij mag even op je rug komen liggen. Even kijken, lig je goed recht? Ja. Gaat het zo? Meneer Moenu heeft tijdens het werk een ernstig ongeluk gehad. Kwam ik tussen een hefdruk en een stapel ophaalwagen, weet je. Na verloop van tijd moesten zijn beide benen worden geamputeerd. Nu komt hij dagelijks naar de Schildershoek om daar fysiotherapie te krijgen. Meneer Moenu die zit heel veel in de stoel. En die heeft hele verkorte heupspieren. En die proberen we eigenlijk een klein beetje weer op lengte te brengen, zodat hij ook makkelijk kan blijven liggen. Ik ben wel deels zelfstandig, hoe dan ook. En ja hoor, daar is ze, mevrouw van Driel. Ze woonde vroeger in de Schilderswijk en spreekt de talen. En Engels en Duits. Hoe komt dat? Ja, weet ik wel. Ik heb het altijd zo geleerd. Beetje een talenknobbel. Ja. En waar zit die talenknobbel? Op mijn billen. En ze houdt van zingen en dansen. En dan die heupen erbij, hè? Ja, dat doen we altijd. Tuurlijk. Geef ik de heupen weg. Hup. Ik probeer nog steeds weer aan het dansen te krijgen, ja. Nou, ik denk dat ik jou gaat leren. Oh, dat lijkt me helemaal leuk. Ja. We gaan naar de kerkdienst. Oh, graag nog met mij mee. Dat is leuk, zeg, als ik er niemand mee mag. Goed, en dan brengen we straks ook weer terug. Denk er wat je weer niet terug. Natuurlijk. Gaan we nu? Ja, natuurlijk. Hebben we een leuke trui al? Ja, dan. Hebben we de statie leuk? Ja,